Maar Dandy Davy wist wel een snaar bij Stanny te beroeren. Hallo, ik ben Dandy Davy. Dag heren, prinses Leo. Van de CD&V heb ik een job gekregen voor welzijnszorg. En dan doe ik zo bezoekjes aan, weduwes. Nu, nooit tevreden, er was één bezoekje dat ik bracht aan Mariette. En die vroeg mij toch wel iets speciaals naast The Usual In and Out. Dus pakt een keukenmes uit de keuken. Dus inderdaad, ik pak dat keukenmes uit de keuken. Doe mijn broek uit. En kijk even naar mijn cellulitvel. En Pees zat er een sinaasappel is en snijdt daar een stukje van. En dus ik dus, ja, het was bijna om te kotsen. Ik pak me een mes en ik snij zo een reepje cellulitvel. Dat was echt ongelooflijk. En wat moet ik nu doen, Marietje? En bent daar rond mijn hoofd. En ik ging daarmee mee wandelen. En dat was blijkbaar een manier waarop ze mee opwonden raakte. Gewoon door dat cellulitvel rond haar hoofd. En ik vertel dan van vroeger. Davy. Dank u wel. Dank u. God, Davy. Ik heb heel hard gelachen. Maar ik vond het niet goed. Niet goed. Nee. Ja, verzoek het werk. Ik denk niet dat ik hier gaf in. Sorry. Dat is een geblijven. Ja, ik weet niet, man. Ik vind dat niet. Ofwel, Davy, ben je gewoon briljant. Ofwel ben je briljant, ofwel heeft Tom gelijk. Maar willen we Davy blootstellen aan het publiek? Ja, vind ik. Want ik denk namelijk dat het publiek hier op een bepaalde manier op gaat reageren. Ik weet niet de welke, maar ze gaan wel reageren. En ik vind persoonlijk dat we toch deze kans niet aan ons mogen laten voorbij gaan. Dat moeten we gewoon doen. Ja. Davy, tot volgende week. Dank u wel. Voilà. Ik vond hem niet echt grappig, maar wel een vermoeden van... toch een rijk arsenaal dat ergens in de man moet zitten. Cellulitis voor de ogen binden en zo. Ja, ik heeft het daarbij, jongen. Ik weet het niet, ja. We gaan het erop weten volgende week. Als we volgende week voor de mensen zijn en de mensen bekogelen hem, dan waren we fout. Ik heb me dan altijd een vraag op de stelling in de Reur, Patrick. Dus, maar ik voel me er niet slecht bij. Ik heb zo... De argumenten klopten wel. Dus, de mysterieuze Dandy Davy, dames en heren. En... Ja, ik dacht zo eerst, nee, hè. Direct de reactie van Thomas. Ja, nee, maar... Dat bleef maar duren, uiteindelijk. Ja, maar ik denk dat ze heel gefascineerd waren. Want Stanley die zat echt met zijn mond open te kijken van welke planeet komt die gast? Maar hij vertelt toch ook gewoon niet goed? Nee, we beloven zijn onhandigheid. Stream of box, dus ja. Dat is raar, hè. Oké, nee, maar... Nee, vakmanschap belonen we niet meer. Noem het gut feeling. Ja, je weet nooit.